Stanley, welkom. Welkom terug, moeten we ook zeggen, bij Lierse. Wat is je eerste gevoel eigenlijk na vandaag? Ja, heel fijn en blij gevoel. Je doet een stap in je ambitie om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. En je mag terugkomen bij een club waar je met heel veel plezier en heel veel liefde hebt gewerkt. En ja, dat is wel blij, ja. De onderhandelingen duurden volgens sommige mensen lang, maar eigenlijk ging dat nog redelijk vlot. Jullie hebben gewoon eigenlijk de tijd genomen ook om het seizoen af te sluiten bij Vitesse. Dat klopt helemaal. Je moet ook respect van Lierse. Het zat nog in de play-offs. Vitesse moest nog een wedstrijd spelen. Dus we hebben gewoon onze tijd ervoor genomen en we wisten wel dat we hieruit zouden komen. En we wisten allebei de partijen wisten dat we heel graag met elkaar in zee wilden. Dus ja. Lierse, dat strook ook met jouw ambitie, want je wou echt hoofdtrainer worden. Ja, dat is een lijn van mijn ambities om één op eigen been te staan bij een club op het hoogste niveau. En ja, Lierse past daar perfect bij. Het soort voetballen dat je wil brengen. Je bent ook van de Ajax-school, dus dan gaan we eigenlijk meteen uit van aanvallend voetbal. Ja, tuurlijk wil je aanvallend voetballen, maar je moet wel kijken naar de kwaliteiten die je hebt. En ik heb als ploeg gezien die heel mooi op de counter spelen, wat heel aantrekkelijk was. Maar je moet er de spelers voor hebben. Ik wil heel graag mooi en aantrekkelijk voetbal spelen. Maar vooral wil ik resultaat halen en winnen. En dat is het in het voetballen is het allerbelangrijkste. Maar het gaat heel vaak met ook aantrekkelijk voetbal, ja. We zijn nu nog 4-5 weken voor de eerste training. Dus jullie hebben eigenlijk nog perfecte tijd om alles uit te tekenen naar volgend seizoen toe. Helemaal. En ik heb het net al gezegd, ik beloof de club, de spelers, de supporters, dat ik mijn uiterste best zal doen om Lierse weer het gezicht te geven dat het heeft gehad. Ik heb zelf hier gevoetbald met niet altijd mooi, maar toch aantrekkelijk voetbal. Maar altijd met passie, altijd met strijd. En ik kan me wedstrijden hier herinneren op het Lisp waar zo'n bol van... Van alles, goed voetbal, strijd, passie. En dat moet terug. Die supporters, zodra ze de naam mensen hoorden vallen, kwamen in een lichte extase, laat ons maar zeggen. Je hebt er ook altijd een heel goede band mee gehad, dus dat wordt ook een fijn terugzien. Ja, daar verheug ik me enorm op. Om weer in een stadion met de supporters te staan. Het is, ik heb het altijd als heel fijn en prettig ervaren, de supporters van Lier. Of van Lierse. En... ik ben blij dat ik terug ben, ook voor hun. Okay, veel succes, Stanley.